Hoe ga je die cake eruit halen dan? Zoals jullie zagen, gaan we vandaag 5 Minute Crafts kijken. En voor de mensen die nog niet weten wat 5 Minute Crafts is, het is een channel die als goed is life hacks maakt. Wat dan je tante veel peper op, vriend? Jezus, hoeveel peper eet je maar? En ja, zoals je kan zien, maken ze niet altijd hele goede life hacks. En dan heb ik hier een video gevonden: 30 beste life hacks voor elke levenssituatie. Oh ja, dat klinkt goed, dat klinkt goed. Ik zou zeggen, let's go, we gaan gewoon even kijken. We beginnen gelijk al heel sterk. Weet je waarom? Je doet eerst je tandpasta in zo'n pakje waar je kalgom meestal in doet. Dus die moet eerst leeg zijn. Dus je maakt het kalgompakje eerst leeg, dat is top. Dan doe je nog bakpoeder erop. Ja, kijk eens. Dan doe je nog een aluminium erop. En dan nu, ja, dan heb je nu tandpasta to go. Ja, dit is nu altijd een klein pakje waar je tandpasta mee kan nemen. Dat heb ik nog nooit eerder gezien. Jongens, waarom hebben we niet eerder gedacht? Dit is toch een top life. Oh my god! Ja, was maar iets om een tandpasta mee te nemen. Oké, kan dus gebeuren dat je per ongeluk in een plas water stapt. Wat doe je dan? Je doet je schoenen uit, maar niet je sok. Die hou je aan. Dan doe je duct tape. Ja, dat wikkel je om je sok heen. Ik weet niet wat het eigenlijk moet doen. Ja, je wikkelt eromheen en dan heb je een soort van nieuwe schoen of zo. Maar het is alsnog nat daar van binnen, want je hebt je sok nog steeds aan. Ja, wat de... jongens, ik weet het soms ook niet. Oké? Okay? Niet aan mijn vraag. Staat hier ook gewoon 30 beste hacks voor elke levenssituatie? Heeft iedereen altijd duct tape bij zich? Like, wat? Je ziet ook echt als een maloot uit als je zo gaat lopen. Oké, stap jij met je witte sneakers in poep? Wat kan gebeuren? Dat is niet zo lekker alleen. Ja, dan pak je een ballon. Ik heb ook altijd een ballon bij me. En dan doe je witte sneaker erop. En nu heb je een condoom om je fucking schoenen heen. Maar even serieus, wie loopt zo over straat, maat? Wie loopt er zo over straat? Even serieus. Leuke, heb je een leuke verjaardag? Hartstikke leuk. Wat doe je dan? Je zoekt een... Wat zoekt ze? Ze heeft een glas. En dan, ja, dan neem je een hap uit die cake. Maar dit is toch gewoon een afslachting van die cake, jongen, neef. Ja, maar hoe ga je die cake nu eten dan? Maar hoe ga je die cake eruit halen dan? Okay, dus als jij thee drinkt, hè, heb je dan ook niet zo'n irritant kutkind dat al je suiker leeg maakt? Dan is dit de lifehack, let op. Jezus, dat kind krijgt gewoon diabetes 1 en 2 tegelijkertijd, vriend. Shit. En nu doet ze suiker in een Nutella-pot. En dan, je maakt er een gat in. Oh ja, dat is top. En dan doe je een rietje erin. Dan knip je hem af. Ja, en dan kan je nu suiker erin doen. Maar wat houdt dat kind tegen om dat hele suikerpotje niet gewoon gelijk in te tyfen, jongen? Wat fuck? Dit maakt toch niet uit? Alsnog plint dat kind zelf de suiker erbij. Kijk, heb jij een mooie tatoeage? Wat doe je dan? Doe er plakband. Wat is dat? Ik snap hem even niet. Doe ze een plakband op haar huid. Dan plakt ze het eraf. Dan is het geen echte tatoeage. Wat is dit? Huh? Ik snap hem niet meer. Huh? Er staat hier 30 beste hacks, maar niet voor elke situatie. Volgens mij een hack. Ik ben hella damn confused. What the fuck? Wil je peper op je avocado met toast doen? Kijk, wat ga je dan doen? Als je het niet doet, ja, dan doe je een. What the fuck? Doe je een border aan. En dan draai je dat ding. Of dan je tante voor peper op, vriend. Jezus, hoeveel peper eet je, maat? Holy shit. Hey, peper is niet gratis, hè, vriend. De VOC heeft ervoor gevochten, maat. Oké, heb jij te veel kleding op je stoel zitten, dan valt hij natuurlijk om. Ja, weet je, zwaartekracht. Ik snap hoe het werkt. Wat doe je dan? Dan heb je een hele mooie hoes. Wat is dat? Een slaapzak? Nee, hoes, deken. Oh, een kussensloof. Oké, je hebt een kussensloof. Dan doe je hem om je stoel heen. En dan doe je kleding in. Hè? Je hebt nog steeds een probleem. Als je te veel kleding doet, dan valt die stoel nog steeds om. Ben ik fucking retarded? Lekker sausje erbij. Voor je burger, denk ik aan. En ben jij ook een mogol die 3 breincellen mist? Ja, wat doe je dan? Ik heb. Wat de fuck is dit überhaupt? Wat is dit? Oh, ze, nou, ze prikt erin. En. Oh ja, top. Spuit het maar op je burger. What the fuck? Wie spuit het zo op zijn burger, maat? Waarom doe je gewoon niet. Oh my. Oké, heb je allemaal mini pannenkoek-eitjes? Wat doe je dan? Hoe maak je dat? Wat? Ze doen een touwtje. Oké, ja, dat is top. En dan doe je een eitje in het midden. En dan doe je overal een eitje. Ja, dat is top. Dit is echt gewoon kloten voor werk, dit. Wat is dit allemaal? Dan haal je hem zo eraf. Je kon toch ook met een spatel onder al die dingen eraf halen? Ben jij een drugsdealer en kan jij je pilletje niet letten of zo? Weet ik veel wat, door tweeën breken. Wat doe je dan? Ja, je mapt dat hele ding kapot. En nu heb je allemaal poeder. Ja, nu kan je snuiven. Dat is top. Ja, dat is top. Goeie lifehack. Dankjewel. Waarom kijk je hier nog naar, jongen? Wat is met me kan ik aan het doen? Ben jij skeer? Dat is dan een goede lifehack voor jou. Want je doet dan een lijmpistool. Dat doe je om een potlood heen of om een stift. Ja, en dan heb je nu een hele mooie neuspiercing. Voor de skeere mensen die er echt skeer uit willen zien. I got you, man. Ben jij fucking gierig? Snij dan je pizza met een 30 graden punt. Ja, dan heb je nu meer pizza voor jezelf. En het lijkt alsof het een gehele pizza is. Of je bent gewoon niet skeer en je haalt gewoon 2 pizza's, die motherfucker. Heb jij zo'n armbandje verhit hem dan en dan komt hij weer terug bij elkaar. Nice. Dat heb ik echt nodig. Het kan natuurlijk voorkomen dat je niet hebt geleerd voor een toets. Wat doe je dan? Je plakt op je nagel. Ja, een papiertje. En dan een nepnagel. En dan haal je hem uit elkaar. Dan heb je je antwoorden daar staan. Je kan ook gewoon voor die toets leren. Op zo'n mini papiertje. Wat schrijf je erop, maat? Wat schrijf je erop? En wat doe je dan tijdens toets? Doe je dan dit? Gewoon even zo eruit halen. Wat is dat niet fucking dom of zo? Dat is toch fucking obvious? Oké, je hebt een ei. En je maakt er dus een gat in. 2 gaten zelfs. En dan laat je hem koken. Ik heb ook geen idee of deze live werkt. Ik heb dit nog niet uitgetest. Misschien moet ik hem een keertje proberen. Je kookt het voor 5 minuten. Tenminste, dat stond er dan. En dan laat je hem afkoelen. Dan rol je hem. Ja, dat is top. Als het goed is, komt de schil er dus af. Ja, ik weet het niet. Misschien werkt het wel, misschien werkt het niet. Maar tot nu toe hebben de meeste lifehacks nog niet echt gewerkt. Okay, heb je ook altijd last van haar dat voor je gezicht zit? Wat ik er wel eens soms heb. Snap ik wel. Knip het maar niet eraf, denk ik. Wat gaat ze dan doen? Je doet het in een staartje. Klinkt goed. En dan doe je hem voor je hoofd. En dan doe je een bandana of zo. Of je, dat ziet er echt. What the fuck is dit? Wat
the fuck is dit? Wat? Valt je vriendje in slaap en vertrouw je hem niet? Wat heel slecht is in een relatie, maar goed, kan gebeuren. Ja, doe die lippenstift op zijn vinger en dan doe je tape erop. En dan word je totaal niet wakker. Nee, dat kan. Dan blijft hij gewoon lekker slapen. Dan doe je hem op je eigen vinger. Oeh, wat gaat er dan gebeuren? Kijk, pak je zijn telefoon en dan doe je met je vinger en druk je hem erop. En nu kom je lekker in zijn telefoon. Ja! Dankjewel, Fans of Progress. Ik had deze lifehack echt nodig. Ja, fuck me. Ik heb alleen geen lippenstift. Ja, shit, man. Oké, pak een fles. En pak een dopje. Smelt hem heel klein beetje. En dan prik je een satéprikker doorheen. Dan heb je nu een soort van tuitje om je dingen doorheen te spuiten. Dit lijkt misschien heel handig. Je kan nu makkelijk je koekjes mooi maken. Maar je moet dan eerst die hele fles vullen om zeg maar dat eruit te drukken. Dat is fucking kut. Ja, ik weet niet hoeveel glazuur je hebt. Maar je moet dan natuurlijk dat hele ding vullen om zeg maar dat eruit te laten spuiten. Oké, heb je handen te weinig. En wil je natuurlijk ook een lekkere taart meenemen? Wat vaker gebeurt. Dan pak je de deksel alleen. Dan maak je een gat in het midden. En dan doe je hem op je Coca-Cola fles, maar ja, Pepsi werkt niet, dus alleen Coca-Cola. Dan doe je chips erop. En ja, dit is ook een hele handige constructie dit. Ik heb echt het gevoel dat dat ding gewoon keihard flikkert gewoon als je hem eenmaal neerzet. Weet je wat ik altijd doe als ik zeg maar kaassaus druk? Ja, dan spuit ik het er ook gelijk over mijn eigen vingers heen. Ja, dat is top. Dus wat doe je dan om geen mogol te zijn? Dan doe je de deksel ertussen en dan trek je hem eruit. Hatsa! Nou, oprecht nog best wel redelijk live act. Tenzij je kaas op je deksel komt natuurlijk. Oké, heb jij een lege deelroller? Doe er dan zonnebrandcreme in. En als het goed is kan je hiermee... Ja, dan kan je met je deelroller over je heen smeren. Maar wat heeft het dan voor zin om een deelroller te doen als je alsnog moet uitsmeren, pik? Oké, kan jij je avocado niet uitsmeren? Als het waarschijnlijk een harde avocado is. Ja, rol dat hele ding naar de tyfus en dan buit je hem eruit. Oh, wat smakelijk ziet het eruit, jongens. Oh, wow, wat lekker. Juist, ja, dat ga ik echt eten, man. Het ziet er echt lekker uit. Oké, laat jij je telefoon op je gezicht flikkeren, wat bij mij eigenlijk best wel vaak gebeurt. Misschien heb ik deze live ook echt nog wel nodig. Dan pak je een bandje en ja, ik heb geen idee wat ze hier... Wat gaan ze nou doen? Je doet je hoesje en je telefoon in dat ding. Oké, okay. Doe je hem zo in je hand. Het enige wat er bij mij zou kunnen gebeuren is dat de telefoon uit het hoesje flikkert en dat het nog om mijn gezicht komt vallen. Maar dat is alleen bij mij, denk ik. Heb jij een gigantische cake van, weet ik veel, 50 centimeter wat? Tering, wie heeft zo'n lange cake, jongen? Snij hem dan zo tering lelijk. Jezus, je hebt die hele... Ja, die hele cake is dus echt gewoon taal verpulverd gewoon. Wat in de fuck heb je die cake aangedaan, vriend? Kom jij de douche uit en valt je handdoek. En dan doe je hem dan zo dubbel en dan zit hij als goed is vast. Ja, ja. Oké, druk je hand in een soort van zand of zo. Dus matige zand. Dan doe je wat zeep erin. En dan... What in the fuck is dit? Je hebt nu handzeep. Juist, dan kan je... Dit ziet er niet creepy uit of zo. Nee, dit is niet apart. Jongens, doe deze lifehack niet na. Want als ik ooit zoiets in iemands huis zie, dan denk ik... Nah, bro, I'm out here, bro. Heb jij stijl haar? Heb ik ook last van. Ik heb ook stijl haar. En je wilt krullen? Pak dan een steltang. En dan draai je hem zo om. En ik heb alleen geen steltang. Ja, wikkelt nog steeds niet. Wat doe je dan? Je hebt zo'n... Hoe kom je aan dat ding, jongens? Hoe kom je aan dat ding? 30 lifehacks voor elke levenssituatie. Hoe komt men aan dat ding? Ik heb dat ding niet één. En wat moet dat ding voor? Is dat een dildo of zo? What the fuck? Na alle lifehacks gebruikt te hebben, wat doen we nu? We doen plastic zak in ons haar. Oh ja, dat wikkel je dan om een plastic zak heen. Dat is top. Dat ziet er totaal niet mongolisch uit. Maar goed, maakt niet uit. En dan laat je het als goed is rusten. Ja, dit gaat toch niet werken? Hoe komen deze krullen? Hoe dan? Oké, nee, dit is absoluut cap. Dit is gewoon cap. Dit is cap. Oké, laat je telefoon flikkeren in cake. Wat vaker gebeurt, draai hem dan om. Dat helpt de cake alsnog niet. Alsnog is de cake gewoon verpulverd. Dan doe je een soort van, weet ik veel wat, een papiertje erbovenop. Doe je poedersuiker erop. En dan heb je nu een hartstikke mooie cake van de bovenkant. Alleen is die onderkant nog steeds verpulverd door je telefoon. Maar ja, maakt niet uit. Oké, ben je obsessed over iemand? Wat letterlijk gewoon elke 14-jarige over One Direction of weet ik veel Justin Bieber was. Je hebt een foto van hem. Kijk, dat is mooi. En je pakt je telefoon erbij. En je wilt hem waarschijnlijk op je hoesje hebben. Dan leg je hem erop. En dan doe je met een... ja, dat is heel handig. Met een strijkijzer over plastic heen. Ja, dat is top. En dan doe je hem in water. Ja, ik voel dat met dat telefoontje al lang gesmolten is eigenlijk. Maar dat maakt niet uit. En dan gebruik je vinger. En dan, ja, dan wrijf je over dat ding heen. En ja, weet ik veel wat. En dan komt er Justin Bieber nu op je achtergrond. Of dit werkt, iemand test het voor mij uit, graag alsjeblieft. Ik ga het niet doen. Oké, probeer jij haar te wikkelen of weet ik veel wat je probeert te maken. Pak dan een potlood, oké. En dan wikkel je potlood door je haar heen. En wat moet dit voorstellen? Wat krijg je dan? Je trekt het omhoog. En dan krijg je, weet ik, wat moet dit voorstellen? Hoe zit het? Dat ziet er toch niet uit, maat? Heb je ooit iemand zo over straat zitten? Nou, misschien wel. Maar dat ziet er toch gewoon niet uit? Krijg je, what the fuck, krijg je iets niet eruit? Oh, krijg je deksel niet uit je pan? Doe dan een schroefje, maak je hem los. Waar maakt ze het los? Wat doet ze ermee? Brandt ze nou van kant? Wat moet dit voorstellen? Hè? Wat? Het probleem alleen nu is dat al het water zeg maar naar de zijkant gaat. Zeg maar, alle stoom die gaat naar de zijkant in plaats van naar het midden. Heb jij een ei? Wikkel hem dan in duct tape en plet hem dan gelijk. Rip mijn duct tape. Waarom moet er voor elke lifehack duct tape worden gebruikt? Je gebruikt dus duct tape om een fucking ei te pellen? Bro, waarvoor heb je dan die duct tape? Doe je papier over een fles heen, dan... Ja, dan zit hij nu vast. Zit hij nu dicht. Ik denk niet dat zo werkt. Wordt jouw Coca-Cola altijd weer gestolen? Niet Pepsi. Coca-Cola. Alleen Pep Coca-Cola werkt dit. Wordt je daarbij gestolen? Wat doe je dan? Pak je je brood erbij. Dan maak je een gat met een mop. En dan heb je nu keihard je brood verneukt. Want nu kan je een fles erin verstoppen. Wauw.
Hoeveel geld denk je dat we hebben, maat? Zijn dit lifehacks van rijke mensen of zo? What the fuck? Weet je niet hoe duur een stuk brood is, vriend? Oh my fucking... Deze meid heeft zojuist een hele stuk brood verneut om alleen een fucking fles te verstoppen. Oké, haal de bovenkant van je fles eraf. Gebruik een hete lijmpistool en plak hem dan op je spons. I don't know of waar dit voor is. Dan doe je waarschijnlijk... Ja, dat is safe dus. Dat doen ze dan daarin. Ja, ik weet nog niet of dit een goede lifehack is. Want ik denk dat het ding gewoon gelijk opgaat. Dat ding... Je kan ook gewoon een sopje maken en dan ben je ook voordelig uit met je zeep. Weet je hoeveel zeep je daarmee gebruikt, maat? Oh mijn god, we zijn eindelijk klaar met alle lifehacks. Ik hoop dat je het trouwens leuk hebt gevonden. Laat in de comments nog even weten wat ik de volgende keer moet kijken. En abonneer nog eventjes. En ciao!